Gaan de laatste bocht ook opzoeken. En Gilani Evboko doet dat als eerste. Gilani Evboko, Hewings win-win, krijgt zometeen de ruimte. Goals waar de JC zakt ietsje terug. En binnendoor gaat naar voren Hendrik Scott. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. Lengte uitgeschakeld, voor... nummer 7, 7 galop. Galoppaden daar van de favorieten, die is er nu echt uit. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar is nog altijd Gilani Evboko vooraan. Gilani Evboko krijgt nu wel een aanval te verduren van Hewings win-win. Maar die komt niet echt dichterbij. Het is voorlopig nog steeds Gilani Evboko. Gilani Evboko, Hof kijkt achterom en gaat hem heel makkelijk winnen. Voorstal PD en trainer Bas Krebas. Gilani Evboko wint, Hewings win-win is tweede. Derde is Hotshot Rob en vierde, goed gelopen, Deerne BZ. Het is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door paard nummer 5, Gilani Evboko. Dickie Hof, de eigenaar is stal PD. Paard is gefokt door de familie Iwema en de familie Bootsman, Evboko. En de tijd was 1.17.9. En daarmee winnen ze dus de cafetaria aan Broodjeshuis, de Schansprijs. En Gilani Evboko wint inderdaad op sterke wijze. Liep hier natuurlijk al eerder al een goede quali en maakt dat hier vandaag supersterk af. En Dickie Hof is dus ook de gelukkige winnaar van zo'n prachtig vleespakket van slagerij Ron Heijnes uit Oudorp. Dan maken we eerst even een fraaie foto. Dan hoop ik alvast naar Dickie. Want Dickie, weliswaar dat trekhoofdstel, maar was het nodig vandaag? Nee, ik heb hem wel getrokken, want ik wou weten hoe ze erop reageerden. En dat deed ze goed, maar het was niet nodig geweest. En voor de rest in de koers, je ging bliksem starten eigenlijk. En daarna was het redelijk gemakkelijk, denk ik. Ja, nou ja, Bas zei ik kan goed vertrekken. En ik vind dan moet je ook vertrekken op 1700 meter. Nou ja, en Dion vond ik de kwaaiste en die kwam naast me, ja, en die sprong weg. Ja, daar werd het niet moeilijker van natuurlijk. Dus, ook dan nog denk ik dat ik het gemakkelijk gewonnen had. Nou, dames en heren, eerst gaan we een groot applaus laten horen voor Dickie Hof. De man die... met de paarden van Stal PD en in de kleuren van Stal PD en de paarden van Bas Krebas. Goede resultaten boekt hier in Groningen, maar op meer banen. Straks zien we dan vast nog een keer in die kleuren voorbij komen. Maar eerst, dames en heren, gaan we een groot applaus geven. Ze winnen hier namelijk de Cafetaria en Broodjeshuis de Schansprijs. Gilani Evboko en Dickie Hof. De start is gevallen. Paarden zijn onderweg en in het midden van de baan wordt de leiding genomen in de PD-kleuren door Gilani Evboko. Aan de buitenkant komt de favoriet Hendrik Scott er al aan. Daarachter op plaats 3 gaat aan de buitenzijde nu naar voren Hewings win-win. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Dat is voor Hendrik Scott de eerste keer dat hij op Groningen op topsnelheid die bocht ingaat. En hij springt eruit. Galoppade van Hendrik Scott had wat moeite met die bocht en loopt inmiddels wel weer. Het is nog niet helemaal verloren, want hij gaat aansluiten aan de start van het veld. Maar Gilani Evboko leidt en hij heeft maar één paard vlak achter zich. Hewings win-win. Dan valt er een gat naar plaats 3. Daar ligt Exigent Meadow en die heeft de rest van het veld op sleeptouw. En zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Straks passeren we de finish, hebben we nog één volledige ronde te gaan. Leiding in handen van Gilani Evboko. Tweede plek Hewings win-win. Eerste paard aan de buitenkant is Ghost Rider JC. Daarachter aan de relingzijde Exigent Meadow. Daarachter ligt de favoriet Hendrik Scott. Die ligt er eigenlijk helemaal niet zo raar in. Daarachter aan de relingzijde Deerne BZ. Dan Hotshot Rob en twee lengte daarachter Gwinnett. Zijn de paarden in de laatste kilometer? Gaan de voorlaatste bocht in. Leiding in handen van Gilani Evboko. Buitenkant komt Ghost Rider JC nu dichterbij, gaat naar plaats 2. Derde plek aan de relingzijde Hewings win-win. En ook Hendrik Scott schuift een plaatsje op, ligt nu vierde. Vijfde plek Exigent Meadow. Buitenkant daarnaast komt Hotshot Rob. En daarachter ligt Deerne BZ en nog altijd op twee lengte Gwinnett. Laatste keer in de rechterlijn overzijde wordt wat druk uitgeoefend op Gilani Evboko door Ghost Rider JC. Maar Gilani Evboko countert en pakt weer een lengte. Gilani Evboko, Ghost Rider JC. Daarachter zit Tom Kooijman met de handen vol achter Hewings win-win. En daarachter is Hendrik Scott ook dicht bij de koploper. Hotshot Rob sluit nu ook aan en zo gaan de paarden de laatste 500 meter inmiddels in. Gaan de laatste bocht ook opzoeken en Gilani Evboko doet dat als eerste. Gilani Evboko, Hewings win-win krijgt zometeen de ruimte. Ghost Rider JC zakt ietsje terug en binnendoor gaat naar voren Hendrik Scott. En zo zijn de paarden half. Verwege de laatste bocht. Lengte uitgeschakeld, voorsprong. Nummer 7, 7 galop. Galoppaden daar van de favorieten, die is er nu echt uit. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar is nog altijd Gilani Evboko vooraan. Gilani Evboko krijgt nu wel een aanval te verduren van Hewings win-win. Maar die komt niet echt dichterbij. Het is voorlopig nog steeds Gilani Evboko. Gilani Evboko, Hof kijkt achterom en gaat hem heel makkelijk winnen. Voorstal PD en trainer Bas Krebas. Gilani Evboko wint, Hewings win-win is tweede. Derde is Hotshot Rob en vierde. Goed gelopen, Deerne BZ.